Ik ga een brood bakken uit mijn boek Homebaked. En dat heet Rogge, lijnzaad en yoghurt soda bread. Nou vervang ik vandaag lijnzaad door sesamzaad, want dat kan ook. En daarmee laat ik zien hoe je ongelooflijk makkelijk ingrediënten een beetje voor elkaar kunt wisselen. Ik ga daarvoor beginnen met ingrediënten die ik hier al heb afgewogen. En aangezien iets een uurtje moet staan, begin ik heel even met het havermout. Ik heb 150 gram havermout nodig. En havermout is gewoon een super ingrediënt. Want niet alleen brengt het heel veel structuur aan in het brood. Als je het welt, gaat het ook nog een beetje uitzetten. En heeft het een beetje body, wat strakjes in het brood heel lekker gaat smaken. En omdat ik het ook laat wellen, wordt het niet zo'n droog soda bread. Dat je zeg maar dat over een dag te droog is om te snijden. Maar deze kun je dus morgen ook nog eten. Dat is echt heel tof. Dus dat havermout moet daar wel voor geweld worden. En daarvoor moet er 300 milliliter kokend water bij die 150 gram havermout. Ik zet hem hier op. Ik zet hem even op nul. Dan ga ik even kokend water halen. Ik giet er gewoon bij tot er 300 staat. Hop. Kijk, 300. Nou, dit laat ik gewoon zo een uurtje staan. Zodat het een hele dikke kleverige massa wordt. Kijk, je ziet al hoe ontzettend snel dat wordt opgenomen. Over een uurtje verder. Er zitten klontjes altijd in de bakpoeder. Met het in de baksoda. Die ben ik nu even aan het fijn wrijven. Nou, de havermout heeft een uur geweld. Je ziet echt, kijk, het is echt een soort stevige, puddingachtige substantie geworden. Dit is goed. Dat zet ik even opzij. En dan ga ik alle droge ingrediënten met elkaar mengen. Dat is het roggebloem. Dat is een beetje grijzig. Het is trouwens geen roggebloem, maar roggemeel, moet het wel goed zeggen. Lijnzaad. In dit geval doe ik hierin sesamzaad. Dat kan je natuurlijk ook nog doen. En je kan ook nog zonnebloempitten gebruiken. Of chiazaad. Of wat je wil. Ik doe er heel veel doorheen. Omdat dat dan echt lekker veel smaak geeft. Anderhalve theelepel zeezout. Ik meet dat nu toch maar een beetje af. Er gaat iets meer in dan je denkt. Dat is echt nodig. Zo. En 2 theelepels baking soda. Ik gebruik deze. Die kun je kopen bij de Chinese toko's. Denk eraan dat je niet te veel erin doet. Te veel bakpoeder of baksoda erin. Dat resulteert vaak in een beetje een ammoniakachtige smaak. Nou, ik zie een paar kleine klontjes en die wrijf ik er even uit, zodat het eventjes mooi verdeelt. Zo. En dit moet je goed mengen van tevoren, zodat het mooi egaal verdeeld is. En de baksoda en het zout ook goed vermengd zijn met de meel. En een baksoda gaat pas werken als er een zuur ingrediënt tegenover staat. En dat kan zijn citroensap of karnemelk wordt heel vaak gebruikt. En ik gebruik yoghurt. Yoghurt vind ik heel lekker hiervoor. Het heeft lekker, is lekker een beetje zuurig, ook een beetje dikker. Omdat het vrij dik is, meng ik het een beetje met water. Dus ik heb 100 milliliter water. En daar voeg ik aan toe de yoghurt. Er gaat 200 milliliter yoghurt bij. Wat afwegen is hier belangrijk bij, anders wordt het brood te nat of te droog. Dit meng ik eventjes goed. Dit is het zure component wat zo direct de baksoda gaat doen werken. En hier voeg ik aan toe 2 eitjes. En 2 eetlepels gesmolten boter of kokosolie. Het is maar een beetje van welk geloof je bent. Zo. En dit ga ik ook even met elkaar mengen. Ik vind het altijd handig om de droge en de natte ingrediënten apart van elkaar door te mengen. Het kan een beetje gaan schiften, maar dat is helemaal niet erg. Dat is een beetje dat vet met die yoghurt. Ik heb nu 3 componenten van dit brood. Dit is de bloem met zaadjes, baksoda en zout. Dit is de gewelde havermout. En dit is de yoghurt, water, eieren en een beetje vet. Ik ga dit eventjes goed mengen. Het is echt een beetje taai geworden, dus dat is even een klusje. Zie je? Dat is echt stijf. En dit moet je een beetje afbreken. Maar het wordt zo direct echt fantastisch. Kom is misschien een beetje te klein. Ik ga dit even met mijn handen doen om het mooi te verdelen. Denk eraan dat je het niet echt enorm gaat kneden.
Nou zitten er in havermout geen gluten en in roggemeel ook ongeveer niet. Dus je kunt het niet echt heel erg overmixen, zoals je dat zou kunnen doen met cake. En je ziet al dat het mooi gaat verdelen. En zo direct doen we ook nog de natte substantie erbij. Zo. Hier giet ik het andere mengsel bij. Gaat-ie? Hop. En dan meng ik het eventjes tot een mooie egaal beslag. En de havermout zal nog meer het vocht opzuigen. Als het een beetje nattig is, is dat helemaal niet erg. Havermout is een heel dankbaar ingrediënt. Het brood moet ook heel lang bakken, want het is vrij nattig. Hij hoeft niet helemaal klontvrij, maar hij moet wel een beetje glad. Ik heb een bakblik. Een bakblik heb ik al ingevet. En in de bodem heb ik een op maat gesneden papiertje gelegd. Dat doe ik altijd, zeker met zo'n nattig brood. Dan weten mensen zeker dat ik hem uitkrijg. Even zodat hij in de hoekjes zo licht ziet. En dat stukje bakpapier, dat heb ik ook ingevet. Hier gaat mijn broodbeslag in. Het smaakt nu al lekker, kan je nagaan. Ik klap hem even op het aanrecht. Dan weet ik zeker dat hij in alle hoekjes komt. Beslag onderin, dat er geen luchtgaten in zitten. Deze gaat in de oven voor zeker een uur en een kwartier, anderhalf uur. Dat ga ik straks even testen. Dan klop ik erop en klinkt hij een beetje hol. Nou ja, er wordt gezegd dat dat niet het bewijs is dat hij goed gaar is. Maar voor mij helpt het toch wel een beetje. Ik heb geleerd hoe dat klinkt en dan weet ik een beetje hoe het is. Ik denk dat het brood goed is. Hij heeft wat langer in de oven gestaan. Dit is niet mijn oven. Dus ik heb hem een kwartier, 20 minuten langer gedaan. Maar nu zie ik dat hij mooi loskomt van de zijkant. Omdat ik hem in kan drukken, maar dat hij terugveert. Zie je het? Het heeft echt zo'n ontzettende soda bread-achtige lucht. Ik haal hem dan altijd even uit de vorm. En dan bak ik hem nog 10 minuutjes uit de vorm. Zodat die korst aan de zijkant ook mooi hard en knapperig kan worden. Dit is een soort stuntwerk. Als het goed is moet hij eraf komen. Als hij niet goed eruit komt, dan pak ik even een mesje en dan snij ik langs de rand. Onderin heb ik het bakpapier, dus ik weet dat hij los kan komen. Dan ga ik het nog een keer proberen. Pak hem zo vast dat het brood direct in mijn hand ligt. Zo, en dan kan ik nu het hete bakblik eraf halen. Wauw. Kijk. Nou, dit is mijn mooie. Je hoort al. Hoor je net? Hij heeft iets hols. En hij is ook mooi gaar. Ik gooi hem nog zeg 10 minuutjes terug in de oven, dat de korst nog mooi hard kan worden. Oh, zo. Goed, hij mag eruit. Oh, een perfect broodje. Nou is het zo dat brood altijd moet afkoelen voordat je het kan snijden. Dus ik ga het zo pas snijden als hij een half uurtje heeft gestaan. Anders wordt de binnenkant zo wordt verkleefd en zo trek je het helemaal kapot. Maar mooi hè, hij heeft mooi gerezen ook. Nou, oh, zalig. Kijken hoe het brood is als je nog doorsnijdt. Kijk. Perfect. Oh, wat lekker. Lekker, jongen. Nu ga ik even een hele dikke snee.